En je bent klaar voor bed, maar we hebben nog een pakketje binnengekregen. En die is voor jou. Wil je het laten zien? Waar gaan we naartoe? School. Naar school. Goedemorgen, het is dinsdag. Nog 2 dagen. Dan is Sarah jarig. Dus nu een hoop geregeld. Ik ben wel heel blij. We zijn net bij de supermarkt geregeld. Ik kan dus inderdaad vrijdag, als ik mijn boodschappen ga halen voor de kinderfeestje, ook een kar apart zetten. Voor zaterdag de grote feest. Nou, dat scheelt zo verschrikkelijk veel tijd. Want dan is zaterdag naar de supermarkt afrekenen en weg. In plaats van alles zoeken, ja. En dat, zeker met zoveel boodschappen, scheelt dat. Ik kan ook allemaal gekoelde dingen erin, want de kar wordt gewoon in een koelcel gereden. Echt top. Nu ga ik heel snel even verder met mijn opruimproject. Dan leg ik de camera wel even opzij. Dan ga ik ook even de overblijf doen en dan ga ik even verder. En ik denk dat ik vandaag gewoon echt even de camera pas weer pak als ik Sarah uit school ophaal. Want dan kan ik gewoon even een klapper maken. Even door. Het scheelt gewoon net even de tijd die ik nodig heb. En ja, ik weet, denk dat het toch vrij saai is voor jullie om te zien. En na school gaan we wel wat dingetjes doen die wat leuker zijn. Die ook vandaag moeten. Dus dan pak ik hem gewoon dan weer. Ik heb mijn kleine spruitje weer uit school gehaald. Ik ben geen spruit. Oh ja, vandaag wel. Ja, we lopen al aan de kant van de fiets. Echt niet. Ik ben geen spruit. En ik was net zo aan het opruimen. Dus ik heb ook nog spullen gevonden. Die heel erg goed naar school konden. Die ze daar konden gebruiken. Dus ik ben wat eerder gegaan. Wat dan? En die heb ik daar gebracht. Ja, gewoon kantoormaterialen eigenlijk. Dus voor jou helemaal niks boeiends. Maar voor mij is het lekker opgeruimd. En nu gaan we naar huis. En dan gaat Sarah even de cadeautjes afknutselen. Die heeft ze natuurlijk van de week gemaakt. En die moeten geverfd worden. Dus dat mag je zo doen. En daarna kan je je vitamine stickers plakken. Want je hebt ze nu compleet, hè? Zo leuk. Ze konden... De juf nam haar stickers mee als ze boodschappen deed. Nee, niet mijn sticker. Nee, de juf nam haar stickers mee. Die van haar. En als ze dubbladen konden ze inleveren. En dan zeg maar tussen de middag of als de juf tijd over had even. Zeg maar eigen tijd. Ja, plakken. Dan kon ze op de ingeleverde lijstjes kijken wie wat nodig had. En zo alle kindjes compleet. Dus nee, eerst gisteren... was het dat ze het in de boeken plakte. Maar toen moest het een beetje opschieten. Ja, maar dat moet je ook eigenlijk zelf doen, want dat is wel zo leuk. Maar ze kon een lijstje nemen, dus Sarah heeft een stapeltje. En die was niet compleet, maar er waren dubbele. Dus vandaag hebben we die laatste 2 gekregen. Dus dat mag je daarna doen. Erbij. Erbij. Kan je kijk uit, kijk uit. Nee, want er komt een fiets aan, schat. Want moet ik in de pop gaan staan. Kijk eens achter je. Zag je die mevrouw niet? Je duwde me bijna voor de fiets. Ja, het ligt hier heel veel. Ik snap dat niet. Daarnaast, kijk, dan heb je hier stoep en daar gras en aan de andere kant ook. En dan laten ze die honden het allemaal op de straat. Waarom? Maar goed. Nou, we zijn thuis. Sarah heeft een hemdje, want dat is beter. En die is nu het tandenbakje voor oma aan het verven. En het werd heel mooi. Een hartje rood. En weet je wat ik ga doen? Ik ga dit beeld dan vanaf nu versnellen.
Nou. Sarah heeft al haar dingetjes aan één kant geverfd. Nu gaan we eten, doen we ook op de bank, want de verfspullen liggen er nog. En als het goed is, zijn bepaalde dingen dan dadelijk droog. En dan kunnen we na het eten, of in ieder geval we, kan zij na het eten, weer even verder gaan. En heel goed aan het mikken. En de andere kant verven. En dan als het vanavond droog is, kan ik de finish erop spuiten. Zo, en we gaan heel lekker eten. Nou, stoom nog van de hitte. Kijk of je het goed kan zien. We hebben heel lekker tagliatelle met kip in spinazieroomsaus. En een lekkere wap aan de hand. De verf... Oh, je moet nog steeds zo hoesten ook. De verf was nog niet droog, dus morgen gaat ze verder verven. En dan is ze op woensdag natuurlijk eerder uit, dus dat moet lukken. Ik ga altijd scheef met filmen. En je bent klaar voor bed, maar we hebben nog een pakketje binnengekregen en die is voor jou. Wil je het laten zien? Ga maar kijken wat erin zit. Het is wel iets waar je heel blij mee bent. Zo. Iets wat je graag wilde. Die wilde je, hè? Ja. Laat ze eens goed zien. Laat ze eens goed zien, schat. Ja, laat maar die in. Doen we zo. Kan je hem eerst laten zien aan mij? Of aan de camera? Die koele laarzen aan de zijkant. De andere kant, schat. Wauw, wat zijn ze cool. Maar het wordt wel nog even spannend, want ze moet ze ook passen. Want ze wil ze ook zaterdag aan. Is die leeg? Ja. Ga je hem aandoen? Ga kijken of die past. Dus wel met blote voetjes natuurlijk. Ik zou je ritje even open doen. Dan gaat het wat makkelijker. Oké. Daar is die ook voor. Zo. Dan hoef je niet heel de veten te doen. Ja, je hebt ook geen sok aan natuurlijk. Kijk hè. Ik denk het wel, hè. Oh, een beetje ruim. Het is een beetje te groot. Is die een beetje te groot? Nou. Wil je eens heel even voor mij gaan staan? Dan ga ik eens echt goed voelen. Ga maar staan, vetertje hoeft niet. Dat... Doe je tenis even echt op je voetjes staan. Nou, het valt mee hoor. Als die strak kijkt, als ik hem zo wil veteren, dan sluit hij wel beter aan, hè. Je hebt ook geen sok aan. Dat komt wel goed. Ben je er blij mee? Ja. Ja? Nou, dan gaan we ze snel nog even in de doos doen. Houden we ze mooi voor zaterdag. En dan ga ik deze kleine meid even lekker naar het bedje brengen. Ik ga in mijn bed, naar jouw bed. Ja, je mag in mijn bed slapen vannacht. Marco is weg, dus ik heb gezegd, weet je wat? Ga ik hem morgen terug, hè, papa? Dus dan mag je voor één keertje gewoon even gezellig nog bij mij slapen. Het is zo bizar weer opeens hier buiten. Echt, het stortregent niet normaal. Echt, het regent zo hard dat het gewoon klinkt alsof het door de deur gaat. En nu kan ik dat laten horen. Echt, echt heel bizar. En ik hoor echt gewoon alles klapperen. Nu gaat het nog veel harder. Ik heb geen idee of de camera dat oppikt. Nou goed. Ik hoop dat de tuin, want die hebben natuurlijk zaterdag ook nodig, niet gelijk weer helemaal verregent. We hadden wel redelijk aan kant, maar vaak als het zwart regent, dan spet het alles op en dan komt er van alles tussen de tegels tevoorschijn. Dus Mark komt natuurlijk ook pas morgenavond thuis. En dan moeten we tractatie maken en versieren en we moeten nog zoveel doen. Ja, het zijn allemaal van die dingen die je niet heel ver van tevoren kan doen, want ja, je kan de tuin een maand van tevoren klaar hebben. Maar ja, dan een paar van dit soort buien en het is je klaar. Mimiel. Even pauze van het editen. En ik was mijn mimiel aan het knuffelen. En zie je? Hey. Zodra ik de camera pak, wil ze weg. Echt vanaf piepje dat ik ga filmen, denk ze. Wegwezen. Hey. Zullen we anders even spelen? Dat hebben we nog niet laten zien. Gaan we doen. Ga ik even pakken voor jou. Yeah. Pak hem dan. Pak hem dan. Pak hem dan, pak hem dan. Pak het wel. Pak het wel. Wat heb je hem? Nou, meer. Goed, jij moet dat linken met die bal. En dan, en dan. Zit niet meer. Ja, zit je nou vast? Hier.
Nou, dat was weer jammer. Dat was snel voorbij. Dus ik ga nog even een klein stukje verder. Want ik ben nu bezig met de vlog van zaterdag. Dan wil ik die van zondag en maandag sowieso vandaag of morgen af hebben. En dan hoef ik het weekend in ieder geval even verder nergens naar te kijken. En als ik dan tijd heb, dan is het prima. Maar anders is het ook prima. Dan kan ik me gewoon lekker even focussen op Sarah en de verjaardag. Nog even snel een banaan maken voor Sarah vanmorgen. Ik wil geen banaan maken, banaan versieren. En ik heb echt even geen inspiratie wat ik erop ga doen. Hè? Wat gaan we doen? Ik denk dat ik hem gewoon random ga versieren. Dit wordt gewoon een spikkeltjesbanaan vandaag. Sarah in bed kruipen. Bedankt voor het kijken en tot morgen.